onze pankjes in Berik Surf Gameplays, een nieuwe aflevering van 7 Days to Die. Ik wou hem eigenlijk gisteren uploaden, maar ja, jullie weten hoe ik ben. Rick, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je bent. Nou, als je dacht een sukkel, dan was je gigantisch dicht bij het antwoord gekomen. Ik heb zojuist de hele stad afgezocht. In de hoop op zo'n drillboor. Moet je zien wat ik gevonden heb. Een kettingzaag. Bijna goed. Maar ja, ik heb een kettingzaag en ik heb echt in die garages fucking veel gascans gevonden. Oeh, drop de boom met mijn shotgun. Dankjewel, ik wil hem even gaan terug. En ik vond een tutorial op YouTube die vertelde waar je makkelijk een auger slash chainsaw kan vinden. Die zei namelijk, je moet naar de boerderij gaan, weet je wel, die ene die we in aflevering 3 lieten instorten. Dit is een andere wereld, dus die kan ik weer opnieuw looten. Ik ben er net ook al heen geweest met we gaan wat corn te looten, want ik wil ook in mijn huis, gewoon net als in mijn Minecraft, weet je wel, in mijn huis gewoon ergens een farm maken voor corn. Weet je, ik woon boven het water, dus ik heb oneindig water. Ik maak een farm voor corn, heb oneindig voedsel. Hey, dan heb ik gewoon oneindig dingen. Dit ziet eruit als een huisje dat heel goed kapot kan. Alleen dan stort het wel weer in. En ik ga niet nog een keer dood omdat een boerderijhuisje instort. Daar heb ik slechte ervaringen mee. Dus, oh god, dat zijn veel zombies zeg. Zometeen wordt het nacht. Ik ga denk terug naar ons huis. En dan een stukje lopen, dat sla ik even over. Dan ga ik even in editen. Dan gooi ik weer wat leuke muziek hieronder, weet je wel. Vorige aflevering vonden de meeste mensen een stuk leuker dan normaal. Waarin ik moeite ging stoppen in het editen en zo. Weet je wel, nieuw, dat is nieuw voor mij. Tenminste, ja, meestal dan neem ik gewoon een gameplay op en flikker ik hem rauw online, weet je wel. Zonder maar één dingetje te veranderen. Maar ja, vaak als ik eenmaal al in twee delen opneem, bijvoorbeeld omdat ik een stukje eruit knip, dan heb ik zoiets van, ja, nou ben ik toch bezig met knippen, weet je wel. Kan ik het net zo goed leuk maken door er een muziekje onder te gooien. En ja, ik wil dat best wel vaker doen voor 7 Days to Die, weet je, wat kleine plaatjes erin te editen en zo, wat kleine easter eggs voor jullie. Als jullie dat leuk vinden, het is voor mij wel echt veel meer moeite. Want dan ga ik van 0 seconden moeite in het editen naar een aantal seconden moeite in het editen. Dus ja, dat moeten we echt van jullie uitkomen van, Anrik, dat wil ik heel graag. Ik ga voor deze aflevering doen, dan kunnen we geen keer zien of het bevalt. En laat even een comment achter wat ik daar moet doen. Als het goed is hoor je nu leuke muziek op de achtergrond. Ik doe ook niet de hele video leuke muziek. Ik wissel het een beetje af, weet je wel. Beetje leuke muziek, beetje niet leuke muziek. Ik moet even gauw ik wil even een pickaxe maken, ja. Dankjewel, dan kan ik weer dit huisje weghakken natuurlijk. Dat is wel zo fijn, even die corn daarin. Ik wil het huisje wel weghakken, maar ik ben sowieso bang dat het in gaat storten. Dus ik ga lekker aan de buitenkant van het huisje staan. Hoe vind je die? Hoe vind je die? Oeh! Duur lang. Oké, dat is één stukje scrap metal. Of 5. Oh. Niet zo snel, joh, man. Dit gaat even een stukje sneller, denk ik. Gaat dat nog redelijk langzaam. En het kost redelijk wat shotgun kogels, als je kan zien. Maar, wel weer 5 scrap metal. Als je ergens metaal voor nodig hebt, dit huisje omhakken is zeker een goede bron van metaal. Kan ik het niet gewoon in laten storten op een of andere makkelijke manier? Ik weet niet. We gaan even hierheen, want deze schuur hoort de auger te liggen of nog een chainsaw. Auger! Ja! Dat is mooi, want dan kunnen we eigenlijk normaal met een mine beginnen. Want ja, ik had op de twijfel, ja, ik kan een pickaxe gaan gebruiken, maar... Auger! 2 augers! Wow, dit is de auger party! Misschien heb ik ook nog een chainsaw, dan is het helemaal feest. Weet je, ik wou al gaan beginnen met een mine met een pickaxe, maar dat is zo fucking saai. Serieus. Natuurlijk ga ik even wat vragen nemen. Ik gebruik nooit een submachine gun. Ja, weet je, ik pak gewoon even een submachine gun. En schiet vanaf een afstandje even deze schuur uit elkaar. Want ja, jullie weten uit vorige ervaring hoe dat de eerdere keren ging. Ik ga even gauw een klein stukje deur eruit. Dat kan hij wel hebben, hoop ik. Oh ja, het probleem was, het ging ook zo makkelijk, weet je. Ik dacht, nou weet je, neem gewoon even die hele deur mee. En toen stond er dus die schuur in op mijn hoofd. Ik ga even op een veilige afstand staan. Schiet even die platen eruit. Oh, wacht, ik ga die zombie doden op deze manier. Dat is slim. Oh nee, kut de koeten. Nee. Kut, het begint al avond te worden. Dit was niet de planning. Oh god, zo meteen wordt het avond en dan gaat alles naar beneden. Ik ga maar op het dak. Even waarschijnlijk soort het huis in, maar dit is mijn enige optie zo'n beetje. Dit is niet mijn enige optie, maar het is wel een van mijn weinige opties. Zie jullie zo meteen weer. En dan doe ik even mijn Pokémon pet op, want ja, mijn haar. Ik heb er geen gel in gedaan en dan is het, ja, prachtige lokken. Tot zo! Doei! Oké, daar ben ik weer en moet je zien, mijn prachtige mooie huisje is gewoon in zicht. Ik heb gewoon voor de verandering even gewisseld naar mijn submachine gun. Oh, wacht, had je al gezien. Ik heb overnacht in de schuur. S'avonds is de hele schuur in elkaar gestort door zombies. En er zijn ook redelijk al wat zombies die gezellig gaan aan het chillen zijn eigenlijk in mijn huis. Ja, we hebben in principe nog een kwartiertje, dus ik kan in principe deze aflevering gaan beginnen met mijnen. Of, dat is optie 2. Ik kan ook niet gaan mijnen natuurlijk. Eigenlijk heb ik dan 3 opties. Ik kan mijnen, niet gaan mijnen en ik kan zand halen voor glas en mijn huis wat uitbreiden. Ik wil sowieso mijn huis op zo'n manier uitbreiden dat ik tenminste kan slapen, zeg maar. Dus dat is gewoon een slapingzak, wou ik zeggen. Dat is wel echt het beste Engels
denk ik in alle afleveringen ooit. Hoppakee, sleeping bag, want dan heb je een nieuwe checkpoint. En dan staat je huis op de map, wat natuurlijk ook best wel fijn is. Een sleeping bag. Heb ik net deze poot verkeerd gezet? Nee, ik dacht even helemaal rare dingen. Maar nee, is gewoon goed. Zo, dit is ons huisje. En daar komt natuurlijk een trapje bij, een ladder. Heet dat dan in het hele mooie... De mooie taal van het Engels en of Nederlands. Het probleem is alleen dus dat die monsters gaan ook proberen die ladder af te breken. Dus je kan bijvoorbeeld, ja... Je moet even kijken wat we daarvoor gaan verzinnen eigenlijk. jammer dan. Dit mag wel weg nu in principe. Laten we even gaan een ladder maken in ieder geval. Oh, dat water gaat wel meteen weer terug. Dat is wel Minecraft-achtig eigenlijk. Ja, dat water, dat gaat gewoon weer terug. Alles in dit spel kun je gewoon relateren naar Minecraft. Zo van, als dit Minecraft was, hoe zou dat dan gaan? En dan is het zo, nou, volgens Minecraft zou dit gebeuren. Nou, dan gebeurt het ook. Ladder. Laten we gewoon een ladder-recipe er wel gewoon bij pakken. Want ik heb geen zin om die shit zelf te maken. Het handige wel, wat ik vind aan 7 Days to Die, is dat ik nou één ladder gecraft heb. Pak ik hem daar en druk op ladder. Maakt hij zoveel ladders als ik zelf wil, dan gewoon met één klik, weet je wel. Je hoeft niet zoals in Minecraft iedere keer je shit te spreaden. Nee hoor, doe het gewoon op ladder en klaar. Nou, tadaa. Ons huis moet toch een ingang hebben. Zombies kunnen geen ladders beklimmen, ik wel. Nou, oplossing is hier. Misschien dat ik nog iets ga doen met dat je een stoel moet neerzetten of zo, maar dit is even het snelle concept. Ik zat eraan te denken ook een boerderij vast te maken, maar ja, ik heb niet... Ja, in principe kan dat gewoon. Alleen dan heb ik dus even wat extra palen nodig. Oh, ik heb al palen zelfs bij me, dat is mooi. Lekkere palen. En heb ik ook nog wat hout bij me in het algemeen. En daar heb ik zojuist allemaal planken van gemaakt. Oké, dat is niet erg. In principe wordt dit huis zeg maar iedere keer hoger. Het wordt gewoon een heel klein knushuisje, maar het wordt steeds hoger. Ik flikker even gauw die sleeping bag hier neer. Ik ga natuurlijk wel nog een slaapkamer maken en zo. Maar ik flikker even gauw die sleeping bag ergens neer. En ik heb hem per ongeluk weggegooid, of niet soms. Ik zie hem nergens in ieder geval. Of ik ben even... Oh, hier is hij trouwens. Ik heb hem. Nou, ik leg even gauw mijn sleeping bag neer. Dan span ik tenminste weer hier. Tadaa. Moet je zien nu op de kaart. Dan zie ik dat ding daar. Klik ik er even op of zo. Ja, en dan is dit mijn spawnpoint. Hotsakee. Je kan dus ook meerdere sleeping bags, denk ik, neerleggen over de map. En dan heb je dus verschillende spawnpoints. Dat is best wel handig eigenlijk, nu ik erover nadenk. Ik wil een supercoole farm maken. Sorry voor dat boertje. Ik ben een man, dus ik laat soms boertjes. Nou ja, als ik een farm bij wil maken. Ik deed 4 blokjes ertussen, toch? 1, 2, 3, 4. Ja, oké. Okay. 1, 2, 3, 4. Dan komt hier een boomstam. Wacht. 1, 2, 3... Oké, okay, dus hier zo eigenlijk, waar eigenlijk dit ding staat. Nou, dat scheelt denk ik dan gewoon in de hoogte. Laten we dat zo doen. Er zijn 3 hoog, dus deze maar 2 hoog dan. Dat is raar. Nee, er zijn 4 hoog. Zo. Oké, okay, nou dat is mooi. Dan moeten we hier natuurlijk dirt op zetten, waar ik echt 2 van bij heb momenteel. Ja, ja. Is goed voorbereid. 1, 2, 3, 4. Ja, daar zo. En dan 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Nou, dan gaan we hier natuurlijk een farm, klein farmpje gewoon bij mijn huis bouwen. In principe kan ik hem nog wel groter maken. Ik ga hier gewoon even het zand een beetje weghalen. Dan ziet het er niet zo raar uit. Nee, dit is trouwens dirt. Het zand, oh, dat heb ik nodig voor ramen. Dat is heel fijn. Dan hoef ik niet heel ver te gaan zoeken. Net als in Minecraft zit zand vaak aan de waterkant samen met sugarcane. Er is nog wel geen sugarcane, maar ik heb wel zand. Bestaat er eigenlijk een speet? Bestaat er zoiets als een speet? Ik heb het nog nooit gemaakt namelijk. Dus we kunnen even in de lijst met dingen kijken. Nee. Ik kan gewoon een olievat zelf maken. Oh, dat is wel cool. Je hebt er niet zo heel veel aan, maar als er een... Ik kan ook glass planes maken, moet je zien. Flikker dat zand erin. Bam, glass planes. Hoppakee. Ik neem aan dat je door een glass plane kan kijken. Het heet niet voor niets een glass plane. Weet je, door glas, in het algemeen kun je door glas kijken. Ik neem aan dat als je genoeg dirt hebt, dat je gewoon een farm kan maken. Net als in Minecraft. Dan heb je natuurlijk een home nodig, want die heb je ook bij de crafting recipes hier. Net als in Minecraft. Net als bij wortels in Minecraft. Kan ik van een shurf, kan ik van zo'n... dat ding, hoe heet die fucking zooi ook weer? Hoe heet dit ding? Mais, een maiskolf. Ja, daar kan je dan gewoon zaden uithalen. En die kun je dan weer planten. En dan krijg je weer 4 maiskolf, krijg je 4 zaden. Kunnen weer 4 maiskolven uitkomen. Dus dan, zeg maar, als je dat zou blijven doen, dan zou je productie met 4, met een factor 4 toenemen telkens. Tot je wereldkampioen miljonair bent. Oké, ben ik weer. Er was opeens... Ja, er is een meisje en die had me dus gisteren ook al gebeld. En die hing gewoon weer aan de telefoon. En ja, ik vind het oké, want ze klinkt heel schattig. Maar het is wel een beetje irritant als mensen me gaan lastigvallen op mijn huistelefoon. Dus ja, bel me niet op mijn huistelefoon. Want dan gaat het iedere keer via mijn ouders. Kijk, als jij nou op een of andere illegale manier mijn telefoonnummer hebt en je gaat mij de hele dag spammen, heb ik daar geen problemen mee. Dan bel ik gewoon de politie ofzo. Maar als je naar mijn ouders lastig gaat vallen en je moet iedere keer weer naar boven komen en zo. Dat vind ik dan weer minder leuk. Maar gelukkig staat mijn telefoonnummer niet onder onze achternaam niet onder mijn achternaam in het telefoonboek. Dus ja. En bij mijn vader heb ik niet eens een huistelefoon. Dus via broers ga je me niet vinden in ieder geval. Ha, 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 ha. Nice. Hoppakee. We hebben meer dirt nodig. Het wordt al bijna avond. En ik ga niet de hele nacht nog doorzitten. Dus als het avond is, dan hou ik wel de aflevering op. Heb je een iets kortere aflevering? Sorry daarvoor. Maar ja.
Het is niet altijd zonnig in de zombie-apocalypse, zeg ik altijd maar. Oeh, nog meer dirt. Oeh, dirt. Ja, hier kunnen we zo meteen ook een mooie mijn beginnen. Maar ik dacht, een mijn onder ons huis leek me wel heel vet. Maar ja, als dat niet kan, dan kan dat niet, hè. Dan doe ik daar niet zo moeilijk over. Dan accepteer ik het feit dat dat niet kan. Ik moet even uitzoeken hoe ik trouwens een houten deur maak. Ik heb gewoon de wiki erbij op, op mijn linker beeldscherm. Dus desnoods kan het gewoon live. Ik zal zo meteen met de kettingzaag nog even een boom omzagen. Dat ik even wat extra hout heb natuurlijk. Hartstikke handig. Nou ja, ik hoop dat dit niet omvalt zo meteen. Dat zou natuurlijk lullig zijn. Oh, dirt heeft blijkbaar een iets hogere valwaarde, zeg maar, dan... zag je dat? Tuurlijk zag je dat. Jullie zijn er ook bij. Nou, dan gaan we even een boom omhakken, want ik dacht al, dirt heeft misschien een andere zwaartekrachtwaarde dan andere blokjes. Ik zal even gauw de gemotoriseerde kettingzaag erbij pakken. Ta-da-da-da! Vallen we even bomen aan en dan, ja, dan fixen we het nog een beetje. Ik had al zoiets zien aankomen namelijk, dus ja, dat is niet erg. Het is niet erg. Hop! Timber! Dat is, ik zeg het ook altijd met Jordi in de mine, wou ik zeggen, in de 7 Days to Die. Want timber, dat zeggen ze altijd als een boom omhakken, als een boom omvalt. Eigenlijk is timber gewoon het Engelse van onderen! Waarom eigenlijk van onderen? De boom komt toch van boven? Of is dat weer iets wat Rick helemaal niet begrijpt? Van, ah Rick, je snapt er echt niks van. In mijn opinie komt de boom er echt van boven. Het is ander hout, maar voor mij heeft het geen ander kleurtje als ik er hout van maak, dus dan is het goed, hè. Oh god, er komen al zombies aan. Gaat heen, zombietuig! Meh. Ik heb toch zat benzine bij me, joh, als het op mij wat kan ballen. Nou. Als we dit willen doen, dan moeten we eigenlijk nog even één paal ertussen is niet symmetrisch. Dan moeten er maar twee palen tussen, hè. Dat is wel hoe ik werk. Is het symmetrisch? Nee, nou, dan moeten er maar twee tussen. Zo. Nou zal het hopelijk wel werken en niet in elkaar storten. Ja hoor. Nou. Dan moet hier dus ook weer twee palen tussen. Er moeten redelijk wat palen tussen. Oftewel, ik moet veel meer hout halen. En waarschijnlijk moet in het midden ook nog palen. Dus het ziet er allemaal heel raar uit. En als zombies kunnen natuurlijk ook gewoon die palen aanvallen. Dat is een beetje het probleem. Want ik had dus laatst, voor een nachtje had ik gewoon wat blokjes op elkaar gezet. Gewoon een stuk of vijf. Dacht ik, ah, kunnen zombies me niet pakken, weet je wel. Want normaal gesproken dan... Oeh, leuk, een submachine gun. Nou, ik neem even de ammo mee in ieder geval. Normaal gesproken, als je zoiets doet, dan vallen zombies dat niet aan. Maar ja, als je gewoon recht omhoog bouwt, dan gaan ze zeg maar de blokjes recht onder je aanvallen. En dan stort je torentje in natuurlijk. Omdat ja, de zwaartekracht werkt hier net even wat anders dan in Minecraft. In Minecraft zou het werken tegen zombies. Gewoon recht omhoog een torentje bouwen. Maar hier werkt dat niet, omdat ze de blokjes onder je gewoon wegslaan en dan stort het in. Ik heb nog steeds niet genoeg trouwens. Maar ik heb alle bomen bij me in de buurt al omgehakt. Dit is niet handig. Nou, in ieder geval, daar zijn nog twee boomstammetjes dus. Nou, hier nog twee dan. Is dit een andere kleur hout? Ik heb geen idee. Ik hoop het niet voor jullie. Nou, mooi. Helemaal gefixt. Oh, we moeten nog eentje. Zo. Tada! Nou, gaat wel goed toch? Want ik wil dus zeggen, oké, de andere kant moet ik even hetzelfde doen. Ik heb hier, dit is wel echt een andere kleur boomstam. Maar dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Het ziet er wel minder uit, moet ik zeggen. Dus eigenlijk boeide me wel veel. Problemen zijn, als zombies dit kapot gaan maken, word ik daar heel verdrietig van. Dus zombies, maak dit alsjeblieft niet kapot. Dit is mijn meesterwerk. Alsjeblieft, joh, zombies. Ik smeek jullie. Niet kapot maken, oké? Kan ik ook de grond mee kapot maken? Niet heel langzaam of zo. Maar dan kun je beter dat andere ding gebruiken dat ik daarvoor heb, hè? Die ene andere. Ja, welke dan? Nou, die ene. Nou, ik gebruik voor nu even gauw dit hout, want ik heb even geen zin en tijd in. Ik heb ook geen kinderen. Wist je dat al? Leuk Rick feitje, ik heb geen kinderen. Ik dacht, ja, leuk. In principe wil ik het liefst... Oh, heb ik zo weinig inventorieruimte momenteel? Nou, dat zal ik eens wegflikkeren. Een kan met pasta. Sorry pasta, dit is jouw moment. Iedereen heeft zijn moment en dit is jouw moment. Sorry man. Waarschijnlijk gaat het nu instorten, dus ik zal eventjes gauw moeten handelen. Voor mij sla ik momenteel die bomen in elkaar, wou ik al zeggen. En dan moet ik even vanaf de achterkant opereren. Waarschijnlijk word ik ieder moment aangevallen door een zombie. Dat is minder. Het wordt zo lekker rodig momenteel. Alles is rood. Vandaag is rood. De kleur van jouw lippen. Vandaag is rood. Wat rood hoort te zijn. Stroomt hij al meteen water in dan waarschijnlijk wel, hè? Of niet? Ja, precies, dat dacht ik dus al. Ja, dit gaat wel goed. Ik denk dat ik erin sla. Misschien is het net als in Minecraft dat het langer duurt als het onder water zit. Ik weet het niet. Ik laat het wel gewoon hierbij, jongens. Wat een lelijk huis is het momenteel. Hey, zombies. Kijk, ze gaan in het algemeen het water niet in. Dat vind ik fijn. Dan hopelijk slaan ze dan die palen niet om. Dat zou heel fijn zijn als ik onbewust, zeg maar, een hele goede keuze heb gemaakt door in het water te gaan wonen. Ik ga even mijn huis op in ieder geval. Ik heb nog wat hout mee. Misschien is dat een ander kleurtje. Misschien niet. Ik zal even gaan kijken. En daar komt dus zo meteen een farm in ieder geval. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hier een farm komt te staan. Nou. Oh, het worden wel gewoon normale woodplanks. Oké, gooi ik even gauw dit blokje zand weg. Zo, dat zijn
Zelfde wood planks? Nee, ze sterken niet met elkaar in ieder geval. Dat is wel een beetje raar. Nou, je komt hier natuurlijk binnen via die dingen. Dus dit zal ik even openlaten als ingang. Ik moet even kijken hoe ik dat met die glass planes wil doen. Hier komt sowieso gewoon een deurtje naar mijn farm. Weet je, het doe gewoon net alsof het Minecraft is. Hier maken we nog even een mooie deur naar mijn farm toe. Dat er niet zo kans als aan mijn huis geplakt zit. Nee, het moet echt een los bestaand onderdeel van mijn huis zijn. Nou, dan gaan we natuurlijk even wat glass planes erin gooien. Het mooie ramen. Zou ik gewoon een hele rij aan ramen doen? Ik weet niet, wordt dat mooi? Gaan het gewoon proberen. Oh, het is wel echt van dat lelijke glas. Maar voor mij hebben ze niet eens mooie glas. Het is een zombie-apocalypse, Rick. Je kan niet klagen. Ping. Ruitje eruit. Dit is niet handig. Verdomme glass planes. Hoe zorg ik ervoor dat jullie meewerken? Serieus. Wat? Hoe werkt dit? Moet ik dan zo gaan staan en dan gaan ze wel goed? Wauw. Kan ik serieus gewoon het glas gewoon niet zo neerzetten dat ik ramen heb in mijn huis? Mag dat gewoon niet. Nou, zo dan maar. Dit kan natuurlijk sowieso niet. Ik kan geen ramen naast een deur doen, Rick. Dat werkt niet, man. Bro. Hier geldt hetzelfde. Nou, daar hebben we weinig over. Verdomme. Waarschijnlijk stort zo meteen mijn hele huis ook nog eens in, of niet? Dat is een beetje de vraag. Gaan die zombies mijn huis aanvallen? Lijkt er wel op, of niet? Hierheen lopen, kijken wat ze allemaal doen. Het grootste deel blijft in ieder geval gewoon... Oh, ze vallen mijn farm aan momenteel. Nee, ik moet die blokjes daar dus even echt van gaan verlagen. Voor de rest is denk ik mijn huis ongeveer wel veilig. Ongeveer. Denk ik. Oh nee, die paal slaan is ook wel kapot. Ik moet dus even heel goed... Oh nee, voor mij deed ik dat grotendeels zelf. Wauw. Rick, dit is de ondergang. Ik had dit huis beter werkende verwacht eigenlijk. Nou, dit is de ondergang, jongens. This is the end. Ik ga me vragen met of het huis zo meteen gaat instorten of niet. Ik wil het weten. Ik ben nieuwsgierig. Nou, dat wil ik sowieso niet kwijt. Ik zal mijn twee stoelen ook op gauw dumpen. Die zijn natuurlijk erg belangrijk. Echt cruciaal voor dit huis. Daar een stoel, daar een stoel. Ik wil het liefst even naar beneden om te checken hoe het met mijn ding gaat. Even hier de ramen niet normaal plaatsen. Nou, dat is minder. Misschien draaien ze gewoon. Het is in Minecraft. Even kijken, proberen. Als een nieuwe raampje erin zit, dan gaat hij wel goed, toch? Wat? Dat is even een kut raam. Nou, dan laat ik wel een gat in mijn huis. Dit zijn mijn ramen dan momenteel. Kijk, mooie raam heb ik, hè? Ja, is mooi. Ik vind een dubbel raam wel mooi, trouwens. Even gauw iets van een fire axe pakken of zo. Oh, nee. Een fire axe. Oh, gossie. Nou, mijn huis staat momenteel nog als een huis. Oh, yeah. Oh, nou, er zal waarschijnlijk binnenkort wel even een update komen, hoor. Ik hoop het, anders zou deze game best wel een nadeelpunt hebben voor mij. Dat je niet eens normaal ramen kan plaatsen. Maar er zijn huizen die het wel gewoon hebben, dus ik moet even kijken hoe dat zit. Misschien iemand in de reacties. Ik waardeer dat soort reacties die me helpen met mijn shit. Zo, kijk, daar een deur. In principe houdt mijn huis nog redelijk vast. Zolang ze de paden niet onderuit slaan. Ja, misschien als iemand in de comments dan meteen neerzet. Ja, zombies, sla de palen eruit. En dat je de zombies dan op een idee brengt. Dat zou echt heel irritant zijn natuurlijk. Dus als je dat alsjeblieft even niet zou willen doen. Dankjewel. Thank you very much. Nou, we gaan wat torches maken denk ik. Wat klof. Met wat sticks eronder. Hotsen, flotsen. Nou, heb je wat mooie lantaarntjes. Wat sfeerverlichting. Nou, als je binnenkomt met twee torches erop. Kijk, daar zal een... Oh, gossie. Ja, dat moet even weg. Want vanaf grond slaan ze heel makkelijk je palen in dus eigenlijk. Zie je dat? Of we dat gewoon even fixen, dat ze dat niet kapot maken door gewoon de hele grond weg te halen. Ik denk dat het nou redelijk goed gaat. Nou, hier heb ik hetzelfde idee. Weet je, als hier ook nog eens wat ruitjes in komen te zitten, dan heb je toch gewoon een redelijk gezellig cribje. Moet dan even kijken hoe de trap omhoog gaat trouwens. En misschien hier een ladder of zo. En daarnaast nog een ladder. Ik wil natuurlijk wel symmetrisch houden, hè. Voor de mensen die ook maar ooit een Minecraft video van mij gezien hebben, die weten hoe graag ik mijn bouwwerken symmetrisch heb. Nou, zo dan. En dan bouwen we hier gewoon de volgende verdieping op. Hoppa. En dan gaan we zo meteen uiteindelijk... Ik vind deze verdiepingen sowieso wel knus uitzien. Weet je, die farm erachter wordt wel leuk. Heb ik wat voedsel. Ik kan natuurlijk een put maken. Misschien een gat in mijn huis of zo, weet je wel. Met een trappetje naar beneden. Dat ik water kan halen. Dan kan ik gewoon zo 7 dagen natuurlijk. Want 7 days to die. Uithouden in mijn huisje. Ik ga even gewoon een ammo clip pakken voor dit ding. Gewoon omdat ik wat zombies dood wil knallen. Hoppakee. Even herlaaien die zooi. Nou, die paal. Die doet het niet zo goed. Ik ga ook gewoon even wat bescherming in onder zetten. Daarmee bedoel ik wat stekel traps. Ik zal er even gaan eentje maken om te demonstreren hoe die shit werkt. Heb ik nog sticks? Dat is even de grote vraag. Heb je ook in mijn neus? Dat heb ik in ieder geval wel. Ah, sticks. En dan doe je. Hoe heet die shit ook alweer? Oh ja, moet je eerst even sharp sticks maken. Sharp sticks. Ik ga niet alles sharp sticks maken. Ik maak de helft sharp sticks. Zo.
Ja, en dan komt als het goed is een nieuw iets erbij te staan. Niet Spirit Club, Barbed Wire, nee. Oh, Barbed Wire is wel handig om te maken, maar dat gaat nu even niet om. Wood Spikes, precies. En dan doe je hier zo Sharp Stick, Sharp Stick, Sharp Stick. Sharp Stick, Sharp Stick, Sharp Stick, Sharp Stick, Sharp Stick, Sharp Stick. En dan krijg je mooie spikes. En dan pak je die spikes en die zet je neer zo onder de grond. Dus ja, nu kan ik als ik even ga wat bomen om, een heleboel van die spikes kopen en plaatsen. Dat is best wel chill. Want dat doet zombies pijn. En als zombies pijn hebben, dan vind ik dat fijn. Kijk, die dingen. Dat zou ik gewoon weer oppakken, dat is wel fijn. Nou, de grond is wel meteen helemaal verpest. Tada! Nou, dan zeg ik die gaan. Nou, voor het uitzicht, jongens. Ik noem het stekelzicht. Wat een mooie stokken zeg. Poe. Kan ik een woeden doormaken? Bestaat zoiets? Ik zie alleen maar scrap metal door, dat vind ik niet zo mooi. Scrap metal, wall, sledgehammer, plywood. Er staat serieus niet zoiets als een woeden door. Nou, dan maak ik maar een scrap metal door, weet je wel. Ik heb toch zat scrap metal, joh. Hier een mooie deur. Gewoon een gezellige entree, weet je wel. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, nog een scrap metal door, weet je, waarom ook niet. Als ik deur in... Dan gaan die deuren natuurlijk ook gemeen doen. Wedden? Oh. Mag ik niet eens plaatsen hier? Nou, oké. Hier dan misschien? Nee. Waarom niet? Misschien is een deur 3 hoog en is wel? I don't know. Ik niet te weten. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Want ik ben veel langer dan 20 minuten bezig, jongens. Maar maakt het ook uit. In ieder geval, volgende aflevering gaan we verder. Ik gok eindelijk de mijnen in. Eerst even mijn huisje fixen en vooral de boerderij. Het zou cool zijn dat ik die boerderij gewoon echt meters lang maak. Dat ik echt een heel veld heb op palen. Natuurlijk zult het allemaal in, maar dat maakt niet uit, jongens. Het maakt allemaal niet uit. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. En als mijn huis in één keer weg is, ja, dan weet je dat de zombies de palen hebben opgevreten, in ieder geval. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van 7 Days to Die. Bedankt voor het kijken, dat zei ik net ook al, maar ik ben je gewoon heel dankbaar voor het kijken, joh. Tot de volgende aflevering, doei!